beste kikkers. Hier bij WVF. Loop mij zomaar wat in de. Stop er even. We zijn bij de Knielerwelders. Oh ja, dat is waar. Hij hoeft niet, hè? Je klapt maar wel. Oh ja. Ja, beste kikkers, hier bij de Knielerwelders. Loop je toch zo wat in de botten dan? Wacht even. En waar zitten de Knielerwelders? Bij WVF. Oké. Okay. Ik heb dat wel. Dat ging dus altijd zo, hè? Wat ze schieten, je hebt maar een paar minuten, zeg ik dat. Verder kun je nog goed met elkaar, hè? Het eerste, wie werkt ook nog samen? Ja. Doe maar, jongen. Ja, beste kikkers. Wie bent hier bij de Knielerwelders, bij WVF, in Westenholte, in ons mooie Sassendonk. En waar komen we tegen? De Kladdergatters. Een nieuwe vereniging uit Hattem. Ik zou zeggen, stel jullie eens voor. Ja, nou, we zijn de Kladdergatters uit Hattem. Vorig jaar zijn we met een geintje begonnen onder het genot van een biertje van een vereniging. En zo zijn we gegroeid naar inmiddels 92-1. Dat is een dapper gedaan. Ja. Maar stel u zelf even voor, want u loopt niet voor niks, denk ik, met zo'n mooie veer op de kop. Nee, nou, ik ben Prins Haspel de Eerste. En ik kom uit Hattem. En in het dagelijks leven zit ik in de brandbeveiliging en ik ben brandweerman. Kijk eens, Bartje, dat komt goed uit voor jou, of niet? Ja, ik schiet er wel wat hebben met brand. We proberen carnavalsland brandveilig te maken. Nou, daar ben ik blij om. Ja, u heeft ook een adjudant bij u? Adjudant. Dit is adjudant meester. Adjudant brand is vanavond weer eens afwezig. Je moest al brandblussen. Je moest een brandje blussen. Dus, En Adje Brand is ook eigenaar van onze residentie in Kladdergat. En wat is jullie residentie? Onze residentie, dat is residentie Kruising, residentie Kladdergat. En de carnaval in de Gatten, Kladderdonk. En hebben jullie verder nog activiteiten van het jaar? 20 januari hebben we een grote receptie voor alle carnavalsverenigingen. En in het land van wat lokale muzikanten. Of weer een groot feest wordt. Dat gaan we een groot feest maken. Vraag even of wij ook mogen komen. Ja. Nou, je weet niet liggen hoe jij gedragen hebt. Maar Gert wil graag weten of wij ook mogen komen. Jullie zijn er zeker van harte uitgenodigd. Nou, we schrijven hem op. En jullie gaan het Sassendonkse in. Want ik heb gehoord, jullie zitten ook bij de GCO aangesloten. Ja, we zijn GCO en gisteren ook een proclamatie hebben gezegd van het is knus in Hattem. Maar kan er wel op de dus. Nou, dat is een goede gedachte. Ja. Maar is er verder, vroeger had je in Hattem, had je ook nog een carnavalsvereniging? Ja, zeker. We hadden vroeger altijd de Wiekbord in Hattem, een zeer grote carnavalsvereniging. Maar dat is de laatste jaren een beetje doodgebloed. En gisteren hebben we ook Lida Blok, de oude eigenaar van de carnavalsvereniging. Om te leiden, de vast. Eerder te maken bij ons vereniging. Oh, dat is een mooi gebaar. Ja. Dat is eigenlijk wel de oorsprong. Zeker. En jullie doen ook hiermee eens volle met optocht en alles? Ja. Hele pakket? De hele pakket, alles erop en eraan. En we gaan ervoor. Nou, dat is mooi. Ga jij zelf nog vragen? Hij is hier dan weer, hè? Ja. Nou mensen, de Kladder gaat dus 20 januari. Groot feest in Hattem. U gaat er met z'n allen in. Want we betrekken ze er gewoon bij. Allah. Allah. Hij doet me, hè?